We zijn hier op de opening van onze nieuwe locatie waar we straks een brug gaan printen. Wil je iets groters printen dan wat er normaal gesproken geprint wordt? Dan laten we de wereld zien wat we in huis hebben. Toen kwamen ze uiteindelijk met het idee van we gaan een brug printen. Ik vond het een hele aparte gedachte, maar wel heel leuk. Ik vind het echt een wonderbaarlijk project en tot nu toe hebben we het nog nergens een 3D-printerbrug. Dus nu is het gewoon de beste kans om het te gaan experimenteren. Het is een echt durfproject, maar je kan er dingen mee maken die je vroeger nooit kon maken. Terwijl je nu eigenlijk met een print in 3D alle kanten op kan. Het bijzondere aan dit project is dat enorm out of the box denken is. Het is het samenbrengen van bestaande technologieën die nog nooit samen gecombineerd zijn. We can do larger object, bigger structure, and we don't know what will happen in the future, but we want to be part of it. Ik heb vroeger gevaren in de offshore gewerkt, dus met lastechnieken daar weet ik wel wat van, maar de nieuwe techniek van het robotlassen en dergelijke eigenlijk niet. Met digitale fabricage kan je met één techniek hele complexe, organische, custom gemaakte vormen maken. Ik denk dat het in de toekomst veel belangrijker gaat worden en wij willen daarin voor oplopen. Alles wat je om je heen ziet gaat veranderen qua vorm en qua mogelijkheden. Ja, ik denk dat we onszelf nog niet helemaal realiseren wat er allemaal geprint gaat worden straks. Ja, het was echt een hele leuke dag. Voor ons was het echt een momentje om te laten zien dat we er zijn. Aan de wereld, aan de media, maar ook vooral om alle mensen die om ons heen al die weken ons hebben moeten missen, even te laten zien waar we nou aan gewerkt hebben. Hij is elegant en stoer tegelijk en dat is heel erg mooi en ik denk dat hij naadloos opgaat zo daar in de gracht. Mooiere locatie kunnen ze niet krijgen, dus daar mogen ze de gemeente Amsterdam wel een kus voor geven. Denk ik. Het is heel druk, maar wel een leuke drukte. Iedereen is super enthousiast. We verwachten dat de brug in 2017 ongeveer klaar zou zijn. Ik kan niet wachten tot we kunnen beginnen, eerlijk gezegd.